Koning Brunswijk op bezoek, een kleuterklas vol koningen. Suriname veroordeelt de recente aanval op Hamas op de staat Israël. En Vereniging van Medici bijeen, een nieuwe artsenstaking dreigt. Goeiedag, dit is RegioNieuws TV Suriname van 10 oktober 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het is waarschijnlijk niet eerder voorgekomen. Een kleuterklas vol met koningen. Peuter- en kleuterschool De Papegaaitjes in Paramaribo had deze week de waarschijnlijk internationale primeur. Het is vandaag dan ook de dag van de Marons. De dag waarop het vredesverdrag van Okanissi met koloniale machthebbers wordt herdacht. Vandaag is dat 263 jaar geleden. 10 koningen vieren het feest mee. Samen met de Surinaamse koning bezochten zij gisteren de school. Vandaag zal er in Paramaribo uitbundig gefeest worden. En koning Brunswijk riep met name de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen op om te komen feesten op het Onafhankelijkheidsplein. Daar zullen ook de bezoekende koningen bij zijn. Het gaat om vorsten uit Nigeria, Ghana, Kenia, Niger en Zuid-Afrika, vertelde de Surinaamse koning op Facebook. Nederland sloot de eeuwenlange strijd tegen de Marons af met 4 vredesverdragen. Vandaag wordt het eerste verdrag, dat van 1760 met de Okanissi, herdacht. Daarna kwamen traktaten met Samaka, de Matawai en in 1860 met de Aluku. Suriname veroordeelt de recente aanval van Hamas op de staat Israël. Dat zegt minister Albert Ramdin in een verklaring. Suriname gelooft dat tegenaanvallen het conflict en het verlies van onschuldige levens alleen maar kunnen verergeren. Het buitenlands beleid van Suriname heeft als doel mondiale vrede, stabiliteit en welzijn voor iedereen te bereiken. In geval van conflicten moet de oplossing daarom komen door dialoog en onderhandelingen. Dat moet gebeuren op een vreedzame en eerlijke manier. Internationaal aanvaarde principes van respect, waardigheid en internationaal recht moeten worden erkend. Suriname roept samen met de Caribische en de internationale gemeenschap op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Suriname steunt de resolutie 242 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de inspanningen voor een twee-staten-oplossing. Dit is de beste manier om de belofte waar te maken die de Verenigde Naties meer dan 75 jaar geleden deed aan Israël en Palestina. Aldus schrijft Ramdin. Er komt mogelijk weer een artsenstaking. De sectie Algemene Artsen van de Surinaamse Vereniging van Medici gaat vandaag in vergadering. Een uitermate belangrijke spoedvergadering, zegt het bestuur van de artsenvereniging. Het zal gaan over de structureel late betaling door het staatsziekenfonds. De artsen willen het ook hebben over betalingen over de maanden januari en februari die nog steeds niet zijn gedaan. Er zal worden gepraat over vervolgstappen en daarbij worden acties niet uitgesloten. Artsen zeggen dat de late uitbetaling door het ziekenfonds meer regel dan uitzondering is. En tot zover RegioNieuws TV Suriname. Dagelijks op de hoogte blijven, download onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv. En kijk u via YouTube en spreekt het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.